Sabine Fox van Fair Transport. Waar staat Fair eigenlijk voor? Fair, ja, Fair staat voor, bij ons voor milieuvriendelijk vervoer. Zeg maar 90% uitstootvrij. Wij transporteren vracht onder zeil en daar gaan we voor. En dat is voor ons fair. Wij zijn gewoon het missende stuk in de ketting voor vertreedproducten. Dus vertreedproducten en andere goede producten zijn in onze ogen alleen echt fair als ze ook op een faire manier worden vervoerd. Alle twee. We worden wel door klanten van ons gebeld die zeggen wij willen graag met jullie cacaobonen vervoeren of cacaoboter en we willen dan lekkere chocola van maken. En wij zijn ook zelf op zoek naar mooie goederen die gewoon in ons concept passen om die gewoon mee te brengen en om aan mensen te laten zien. Een product past bij ons als het op een goede manier geproduceerd is. Als mensen op een goede manier daarvoor betaald worden die het hebben geproduceerd. En als het niet bederfelijk is, omdat onze schepen varen alleen op de wind. Dus nou, die goederen moeten gewoon ja, de weg kunnen maken zonder dat ze gewoon bedorven zijn. Zoals fruit bijvoorbeeld of zo. Dat gaat gewoon niet. Wij willen gewoon voornamelijk milieuvriendelijke goederen vervoeren en goederen waar mensen plezier in hebben. Ja, dat klopt aan de ene kant. Ik zou me wensen dat het nog meer is met grote bedrijven, dat we dan nog meer kunnen doen. Voor grote bedrijven is het vaak dat wij nog te kleinschalig zijn qua volume van schepen. En, maar ja, ik zou graag uit willen dragen eigenlijk dat die bedrijven ook ons misschien als marketingtool kunnen gebruiken. Om te laten zien dat ook zij bezig zijn om dingen anders te willen doen. Ik hoop dan op een veel mooiere wereld. En dat wij gewoon alle daarover nadenken dat ja, wij op deze aarde leven en dat we ze niet moeten kapotmaken. Nou ja, in de loop van de jaren heeft men wel gezien dat het kan. Als men het durft en als je op zoek bent naar wegen om dingen mogelijk te maken. En dat je dan zelfs, ben je een klein individu, ja, dingen kunt veranderen.